ze is zo speciaal. En ook nog geniaal. Je lacht je echt gek bij. Nee. Annie. Jinek. Welkom bij Jinek. Holy fuck. Annick Boer. Dat is een goede vriendin van mij. Dat is een geweldige actrice, geweldige cabaretière. Echt, als ik met haar ben, ik kan huilen van het lachen. Vanavond zijn mijn gasten Nabil, Leo en Ryan. Kom maar aan tafel. Nou, kom maar jongens. Zitten. Oh, goed zeg. Annick Boer. Zij is meesterlijk in persiflages. Dus ik denk binnenhouden, bij me houden. Leo. Leo, ga jij maar een hoekje. Ik ga hier. Nabil. Is dit goed, zeg? Blij om bij Jinek te zijn. Leuk dat jullie er zijn. De talkshow van Eva begint. Ik ben alleen maar echt heel blij dat ik niet aan tafel hoef te zitten. Ik heb begrepen dat jullie in dit programma niet mogen lachen. Ja. Dat geeft natuurlijk superveel stress, dat begrijp ik. Nabil. Het lijkt heel formalistisch. Nabil. Tegelijkertijd denk ik, het lijkt mij fascinerend. Fantastische imitaties, dat zeg. Jeetje, Mina. Oi, 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 wat is dat goed. Indachtig deze opdracht die jullie bezigen, heb ik een vraag. Jullie lijken heel kalm en beheerst, maar is dat van binnen ook zo? Ja, bij Annick was het zo eng, want ik zie dus en ik hoor dus gewoon Eva Jinek. Dus ik ben met Eva Jinek en dat is zo gek. Ik ben natuurlijk ontegenzeggelijk feminist, maar ik ga mij toch wagen aan jullie métier. Ik ben geen laffe tak. Ik ga een mop vertellen en dan gaan wij kijken of jullie moeten lachen. En ik had die toeter nog in mijn hand. En dat spijt me, want dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik denk dat het uit complete paniek, stress, is gebeurd. Anders zou ik dat nooit doen. Goed, ik ga beginnen met jou, Nabil. Nabil, een man gaat naar de dokter en zegt mijn neus zit verstopt. Zegt de dokter, wij gaan hem samen zoeken. Ja, dat is een goeie. Je hoeft niet te lachen. Oké. Okay. Ik sterf, maar... Je sterft van binnen, ja. Dat begrijp ik. ik hoor wat je zegt. Even kijken, Ryan. Er komt een goudvis bij de dokter. Zegt de dokter, ik zie het al, uit zijn kom. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Want kan die dokter die goudvis behandelen? Helaas kan ik niet verder gaan met het onderwerp hierover. Toen zag ik opeens, Ryan is in paniek. Want die gingen proberen te ontmaskeren. Dat doe je niet. Die vis gaat zo. Vind ik niet leuk. Er staat een man op de trein te wachten. Zegt de conducteur, kom daar eens van af. Wauw, jullie zijn hier echt heel erg goed in. Dank ik ben wel. Natuurlijk een journalist, dus ik kan jullie beter interviewen. Jullie zijn allemaal comedians, maar Nabil. Jij schijnt ook echt fantastische klauwtjes te hebben... waarmee je fantastische dingen kan doen. Klopt dat? Ja. Op de piano. Oh nee, ik dacht, nee, please, Annick, niet nu. Als je echt van me houdt, als je me mag, dan doe je dit niet. Je wilt me toch niet uitwerken? Ik heb nog één leven, wat doe je? Het schijnt dat als jij zeg maar met je ene klauwtje de witte toetsen aan een beetje beroert... en met je andere klauwtje de zwarte toetsen een beetje aanduwt... Dat er dan echt fantastische dingen gebeuren. Klopt dat? Dat klopt, Eva. Ja. Je hebt hele goede bronnen. Oh my god, en het lukt me gewoon niet en ik ben aan het knokken. Dan ga ik even naar jou, Leo. Leo, kijk, jij speelde natuurlijk in 2021 Petrus in The Passion. Ik vond het een van jouw beste rollen. Dat was, ja, daar kwam eigenlijk alles samen. Jouw diepgang, jouw humor, jouw geloof in God. Maar tegenwoordig zie ik jou ook in een televisiecommercial. Hoe rechtvaardig jij dat met je geloof? Is dat geld? Je hebt 10 kinderen, heb ik begrepen. Ja. Het heeft wel met de financiën te maken. Ja, dat snap ik. Ja. Nu dacht ik even, waarom ik? Waarom nu weer? Waarom ik weer? Kijk, het is erg jammer dat we jouw lach niet horen, want je hebt één van de leukste lachen van Nederland. Dus ik ga het toch proberen. Even kijken. Waarom zijn fietsen beter dan vrouwen? Oh. Je kunt ze elke dag bestijgen. Begrijp je hem niet? Jawel, goed. Je kunt je fiets aan een vriend uitlenen zonder glazer. Hè? Huh? Je kunt je fiets aan een vriend uitlenen zonder glazer. Wauw, ik vind het echt heel erg knap wat jullie doen. Is dit herkenbaar voor jou? Heb jij een intermenselijke herkenning met wat Leo nu zegt? 100%. Oké. Okay. Sterven allebei van binnen. Ik hoor wat je zegt, dankjewel. Ja. Ryan. Eva. Ik moet heel even mijn hersentjes kraken. Jij bent comedian, toch? Ja, ik ken jou alleen als wandelaar.
ik wandel heel veel, ja. Jij wandelt heel veel, dat heb ik begrepen. Ja. Kijk, mensen aan het lachen maken is natuurlijk een ontegenzeggelijk essentieel onderdeel van jouw leven. Maar zelf niet gaan lachen is natuurlijk een heel ander verhaal. He, ik hoef zelf niet snel te lachen. Ik moet eerder snel huilen sinds ik een kind heb, Pax, en mijn andere baby. Waarvan ik even de naam niet meer weet. Maar nou goed, het gaat ook niet over mij, helaas. Nee. Het gaat over jullie. Ik moet nu gaan. Ja, ik heb vakantie, een maand of 8. Ik zeg altijd maar zo. Als je niet meer kan lachen van het geld, dan is het goed. Wat een imitatie. Ongelooflijk. Dankjewel, Eva. Fantastisch. Leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Spannend, echt spannend. We hebben het heel goed doorstaan. Ongelooflijk. Dames en heren, dit was Jinek. Dankjewel. Ze is zo speciaal.